Er zijn drie goede redenen om geduld te hebben voordat je hierheen komt. En met geduld hebben bedoel ik, wacht nou gewoon tot je e-visa is afgegeven. In de eerste plaats scheelt het je gewoon 250 euro, want dat is wat het kost als je hem hier wil laten omzetten. In de tweede plaats is nooit helemaal helder hoe lang het gaat duren voordat je je e-visa hebt. Normaliter ongeveer 2-3 dagen. Maar het kunnen er ook 18 zijn als je er toevallig uitgepikt wordt door de overheid. En in de derde plaats, omdat als je dan je e-visa hebt terwijl je hier in het land bent en je besluit vervolgens het visum om te gaan zetten via je portal, dat bij bijna alle free zones minimaal 2 werkdagen kost. Tijd die je hier ook weer moet doorbrengen en aannemende dat je niet bij familie of vrienden bent, kost dat dus ook weer geld. Dus mijn advies, kom niet eerder naar de Emiraten voor je visum dan nadat je e-visa is afgegeven.